Dag 497. Vandaag voerden Oekraïners opnieuw een himars aanval uit op de Russische logistiek en artillerie in het oosten. Wat uiteindelijk resulteerde in de ineenstorting van de sterkste Russische fortificatie in het oosten. Het loopgravennetwerk waar vaste kijkers al mee bekend zullen zijn. Het eerste doelwit van de himars aanval werd opnieuw Makiivka. Zoals u nog weet hadden Oekraïners gisteren een groot depot vernietigd die zojuist nieuwe voorraden granaten had ontvangen. En vandaag vernietigde Oekraïners een groot oliedepot. Russische bronnen melden dat de Russische luchtverdediging... alle Himas-raketten zou hebben neergeschoten... en dat de brand werd veroorzaakt door de vallende brokstukken. Hoe dan ook, het resultaat bleef. In de nasleep van de aanval werden minstens vijf oliereservoirs in brand gestoken. Deze brand bleek buitengewoon moeilijk onder controle te krijgen... en kon pas ochtends door brandweerlieden geblust worden. Het doelwit van de tweede aanval werd een konvooi dat via Jazinovata richting de frontlinie reed. De beelden tonen vernielde goederenwagons en trucks bij de spoorwegen. Net als Donetsk zijn de oostelijke steden extreem geïndustrialiseerd, wat betekent dat ze een zeer goed ontwikkelde logistiek en infrastructuur hebben die de Russen voortdurend gebruiken. Deze worden vanzelfsprekend nauwlettend gevolgd door Oekraïners. De vernietiging van meerdere munitiedepots, konvooien, Oliedepots en een dozijn artilleriestukken in korte tijd op zo'n smal deel van de frontlinie veroorzaakten grote problemen voor de Russen. Een op korte termijn afname van het Russische leger om defensieve operaties uit te voeren is alles wat Oekraïners voor nu nodig hadden. Oekraïnse bronnen melden vandaag dat Russische bronnen problemen hadden met het op tijd inzetten van hun reserves in Klizhivka, mogelijk als gevolg van de Oekraïnse precisieaanvallen op de Russische logistiek. Al snel begonnen de meest prominente Russische bronnen alarm te slaan dat Oekraïners de Russische verdediging hadden doorbroken en Klyzivka hadden ingenomen. Opmerkelijk is dat Oekraïnse bronnen beweren dat ze Klyzivka helemaal nog niet hadden ingenomen, maar dat het nieuws over het feit dat Oekraïners de stad waren binnengetrokken wel waar was. Het lijkt erop dat Russische bronnen begrijpen dat Klizivka binnenkort zal vallen en de voorwaarden zal scheppen voor het instorten van de frontlinie. En dit is niet zozeer ver gezocht, want het feit dat Oekraïners het dorp zijn binnengekomen, betekent dat ze de krachtigste fortificatie van het hele front hebben ingenomen. Namelijk het uitgebreide loopgravennetwerk op de heuvel. Na het vernietigen van een dozijn Russische artilleriestukken nam het Russische artillerievuur aanzienlijk af en maakte deze posities, die al om single dreigden te worden, nog kwetsbaarder. Russische bronnen melden dat Oekraïners vier aanvalsrichtingen hadden geopend. Twee ten noorden van het dorp en twee ten zuiden van het dorp. Alle Oekraïnse aanvalseenheden maakten noodzakelijkerwijs... gebruik van de boomlijnen die ze al eerder ten oosten van het kanaal hadden vrijgemaakt. Eén groep kwam met succes het dorp vanuit het zuiden binnen... kwam achter de Russen terecht... en veroorzaakte hier veel problemen voor de Russische strijdkrachten. Deze operatie was een enorm succes... Want door Russische aandacht en middelen te trekken naar het zuidelijke deel van het dorp, zorgden Oekraïners ervoor dat de Russen minder troepen hadden om deze krachtige versterking te beschermen. Over het algemeen vestigde Oekraïners de controle over de loopgraven, maar nog belangrijker de lokale hoogte. Zoals u kunt zien, bevinden de volgende Russische defensieve posities zich in de laaglanden, wat betekent dat doorstoten veel gemakkelijker zal zijn. En dit is precies waarom Russische analisten zo bezorgd zijn over deze richting, en er bij de Russische legerleiding op aandringen om de lijn te houden, ongeacht te verliezen. De Russische legerleiding lijkt opnieuw dezelfde ernstige fout te maken, door de prioriteit te geven aan het houden van nederzettingen, in plaats van de tactische hoogte rond deze nederzettingen. Een dergelijke setting is vanzelfsprekend zeer gunstig voor Oekraïnse avelseenheden. Die zo om de dorpen en steden heen kunnen trekken en vanaf het hooggebied hierop in kunnen schieten. Bedankt voor het kijken, en ik zie je in het volgende rapport.